Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Victor Vlogdown. Groot nieuws vandaag. Want ik werd wakker met een berichtje van de grote Peter van de Veyre. Met de vraag of ik iets over de vlog kon vertellen in zijn ochtendshow. Dus ja, de grote Peter van de Veyre gaat mij zo niet bellen over de vlog. Hij gaat volledig viraal, het is ongelooflijk. Ja, ik zit hier nu trouwens ongeveer een week aan de zee. En ik heb besloten, toen het duidelijk werd dat we in lockdown gingen en we hier buiten mochten komen, dat ik me ook niet meer ging scheren en zo. En dat de kapper gewoon ook niet meer, dus ik begin er stil aan als een bosaap uit te zien. Maar ik vind eigenlijk nog wel iets hebben. Die lockdown is ook ideaal om kleren aan te doen, waarvan dat iedereen normaal zou zeggen, dat heb jij nu aan. Maar ja, nu kunnen we dat gewoon doen, want niemand ziet het toch. Ik ga even ontbijten, dan met Peter van de Veyre bellen, mij klaarmaken en dan heb ik beloofd aan Ellen om haar te gaan ophalen bij de dierenarts, want die zit daar met Leo. En Leo die had een kwaadaardig gezwel op zijn pootje. Nu gelukkig zijn er geen uitzaaiingen en hebben ze dat volledig kunnen wegsnijden. Maar Leo is dus volledig groggy van de operatie en die kan niet wandelen. Dus ik ga die even met de auto halen zo meteen. Ja, goedemorgen Peter en Wannes en Kouter. Ja, ik ben dus nu ook aan het vloggen, hè Peter, voor alle duidelijkheid. Prachtig. Ja. Luisteraar vroeg je nog, zeg, van kun je gewoon filmen wat het meest irritante trekje is van je papa? Wat is dat trouwens? Ja, maar dat zal sowieso aan bod komen. Hij heeft heel veel irritante trekjes, dus het is moeilijk om die te ontwijken. Oh, ik kan even voorteten en dan gaan we straks Leo halen. Hè. Ja, we hebben net telefoon gekregen van een dierenarts dat we Leo mogen gaan halen. Hij is klaar en hij heeft een prachtige cap op, dus niet verschieten. Wow. Ja, mooi flink zit. Hoe gaat dat lukken met die cap? Mijn vriend, dat ik hier blijven liggen. Mocht garmen. Ik denk dat er nog wat joggie is van de operatie. En dan zullen we morgen zien hoe dat met hem is. Bye bye, tot morgen.